Welkom bij het programma Dorpsgericht Werken, de manier van werken van de gemeente Drummelen. Vanmiddag ben ik te gast bij Stichting Leergeld en mijn gast is Gerry van Dongen. Gerry, van harte welkom. Dankjewel. Gerry, Stichting Leergeld. Heeft dat iets met leren te maken of kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat kan ik. Het heeft zeker iets met leergeld te maken of met leren te maken. En dat komt omdat we beschikbaar zijn voor kinderen in de schoolgaande leeftijd. Daar ligt de connectie. En de schoolgaande leeftijd, moet ik dan denken aan de basisschool of ook middelbare school? Beide. Ja. De intree is vanaf 4 jaar en we stoppen wanneer ze 18 worden. En wat doet Stichting Leergeld? Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen die opgroeien in gezinnen waar de financiële middelen niet zo toereikend zijn, toch kunnen meedoen aan alles wat eigenlijk in een kinderleven heel normaal is. En dan moet je denken aan sport, dansles, of knutselen of muziekles. Dan zorgen wij ervoor dat ze dat kunnen gaan doen. Wij betalen de contributie voor de kinderen rechtstreeks aan de clubs. We zorgen dat ze een instrument kunnen huren of krijgen. We zorgen dat ze kleding kunnen aanschaffen om die sport goed te kunnen doen. Dat ze eigenlijk mee kunnen doen zoals ieder ander kind. Zoals ieder ander kind, ja. Als er nou mensen thuis zitten kijken, hè, en die denken van, oh, is er dat? Dat zou ik willen. Hoe kunnen ze bij jullie terechtkomen? Wij hebben een website waarop ze een aanvraagformulier kunnen indienen. Ja? En dat wordt dan hier in behandeling genomen. En dan gaan wij kijken of zo'n gezin in aanmerking komt. Want we hebben natuurlijk wel een bepaalde toelatingseis. En dat is inkomensafhankelijk. Ja? Dan sturen we een vrijwilliger op pad. Die gaat op bezoek bij het gezin. Bij de mensen thuis? Ja, bij de mensen thuis. Heel vertrouwd? Heel vertrouwd. Ja? En die gaat samen met moeder, vader en de kinderen kijken van waar hebben jullie behoefte aan. Ja? Gaat ook kijken of ze qua doel in de doelgroep vallen. En daarna gaan we samen de aanvragen in kaart brengen. En buiten de sport waar ik het net over had, kunnen ze ook een kindertablet krijgen voor de jongste kinderen met een Skoola-abonnement. Okay. Voor de oudere kinderen kan er een gezinslaptop worden aangeschaft. Alle kinderen kunnen een schoolspullenpas aanvragen, zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Waarmee ze schoolspulletjes kunnen aanschaffen, zoals een rugzak, een broodtrommeltje, maar ook pennen, kafpapier, agenda's. Wat een kind maar nodig heeft op een school. Ik krijg hier gewoon kippenvel van wat er allemaal mogelijk is voor de mensen die het zelf niet kunnen betalen. Maar ik kan me ook voorstellen, Gerrit, dat de mensen thuis zitten die denken van, oh, dat zou ik heel graag willen, maar ik durf niet zo goed. Dat ze schaamte hebben om bij jullie aan te kloppen. Ja. Herken jij dit? Ja, dat herken ik wel. En dat is echt niet nodig, maar dat is makkelijk voor mij om te zeggen. Ja? Want heb je daar handvatten voor van wat ik moet doen als ik dit toch eng vind? Nou, ik denk dat je toch eerst maar eens even op de website moet kijken wat er allemaal kan. En bel ons of mail ons om ook even een gesprekje te hebben als je toch die stap net niet durft te zetten. Zodat wij je misschien nog informatie kunnen geven die van belang is. Verder worden alle gegevens met privacy behandeld. Dus daar hoeven de mensen zich geen zorgen over te maken. En omdat je toch het sporten door ons betaald wordt aan de club, merken ze helemaal niks van. Want niemand iedereen weet dat. Iedereen betaalt tegenwoordig digitaal. Hè? Ja, daarom. Ja, dus ja. Er wordt geen stickertje op het kind geplakt. Nee. Ze krijgen ook als ze naar het middelbaar onderwijs gaan een fiets. En dat is een gewone oma fiets waar heel Nederland op naar school fietst. Dus ook dat valt niet op. Nee, en dat dus proberen we ook. Dus eigenlijk mensen thuis, zit je daarmee, klop gewoon aan bij Stichting Leergeld. Ja. En hoeveel gezinnen per jaar helpen jullie met Stichting Leergeld? Voor onze stichting in totaal, we werken voor 5 gemeenten, voor 6. Ja. 800 gezinnen. En voor onze gemeente Drummelen kun je het specifiek voor Drummelen zijn het er ongeveer 90. Uh-huh. En dan moet je denken aan zo'n 180 kinderen. En jullie hebben de mogelijkheid, de ruimte om meer gezinnen en kinderen te helpen. Ja. En je zegt eigenlijk van mensen, kom naar ons, want die mogelijkheid is er. Ja, zeker. Merk je dat goed? En, en aan wat voor soort mensen, dat klinkt heel vervelend, maar ik weet het even niet anders te benoemen. Moet ik denken? Dat is echt van alles. We hebben natuurlijk mensen die in een uitkeringssituatie zitten. Ja. We hebben statushouders.
de vluchtelingen. Ja, ja. We hebben ook alleenstaande moeders die met een baan alleen niet hun kinderen kunnen geven wat ze zouden willen. Dus op het moment dat je het niet redt, bel gewoon even naar jullie en neem contact op en ga kijken of er mogelijkheden zijn eigenlijk. Zeker, hè? Zou ik altijd doen. Want het is voor de kinderen wel heel fijn als ze ineens een kindertablet krijgen bijvoorbeeld en een schoolabonnement. Nou werken wij in de gemeente Drimmelen met korte lijntjes, hè? Mm-hmm. Jullie zitten hier helemaal in Oosterhout. Maakt tegenwoordig digitaal helemaal niks. Nee, hoor. Werken jullie ook samen met andere organisaties in onze gemeente? We hebben een contact lopen met de organisatie die ervoor zorgt dat er in december en in de zomervakantie kinderen een zomertas of een extraatje krijgen. En dat wordt echt heel goed verzorgd. Volgens mij kunnen, via de kerken, hè? Dat gaat via de diaconie, als ik me niet vergis. Klopt, En volgens mij doen jullie ook heel veel met vluchtelingenwerk. Met vluchtelingenwerk werken ze samen. Ja, met heel veel maatschappelijke organisaties. En ik neem aan als mensen bij de gemeente aankloppen, die verwijzen door naar jullie. Zeker, want we hebben heel goed contact met de gemeente. Gerrie, volgens mij kunnen wij nog heel lang doorkletsen. Ik wil het altijd heel kort houden, zodat mensen compact weten wat de mogelijkheden zijn. Ik wil jou heel hartelijk danken voor het interview. Hoop dat er heel veel toestroom gaat komen naar jullie. En beste mensen, alsjeblieft, aarzel niet. Meld je gewoon aan als je het echt niet kan. En ik zie jullie graag volgende maand weer terug. Dankjewel.